Ik denk ook zeker dat de developers van Bybit daar zeker naar hebben gekeken. Naar wat is er mis met BitMEX en wat moeten wij daaraan doen? Ja, ze openen dat de aanval daarop. Ja, en ik denk dat die aanval zeer goed is. En dat BitMEX toch wel achterom moet kijken voor Bybit. Want ik denk dat die toch wel een van de grotere spelers kan gaan worden als ze dit vasthouden. Uiteraard. Ja, ze komen eraan. Hey, welkom bij Lopencash. Ik ben Gis. Ik ben Barry. En vandaag is het tijd voor de eerste review van het Margin Platform. En vandaag gaan we kijken naar Bybit. Daar gaan we mee beginnen. Dit is geen gesponsord bericht of iets waar we voor betaald krijgen ofzo. Dit is puur en alleen op eigen initiatief voor de community om te laten zien dat er vandaag de dag meer smaken zijn dan alleen BitMEX. Ja. Dus mocht je hiermee willen beginnen, wordt het gewaardeerd dat je ons linkje gebruikt. Jullie weten ondertussen hoe het werkt. Je krijgt daarmee een half jaar 10% korting op je trading fee en je support daarmee het kanaal. Goed, Bybit. Ik zou zeggen, laten we eerst eens eventjes gaan kijken hoe de website eruit ziet. Het eerste wat mij opviel aan de website is qua kleurstelling een beetje met de logo's en zo. Een beetje à la Binance. Ja, dat kan ik wel even vinden. Ziet er inderdaad wel... Zelfde kleur, oranje, gelig. En dat doet me een beetje denken aan Binance. Ja. We zien hier staan 100.000 geregistreerde accounts al. Currently supporting in English, Chinese, traditioneel Chinees, Koreaans, Japans. Ja. Ik weet dat ze tegenwoordig ook Russisch ondersteunen. De website ziet er op zich best wel nice uit. About us, even kijken. Ja, dat wist ik zelf al. Ze zijn gebased. Hun hoofdkantoor zit in Singapore. Singapore. En Singapore kan je eigenlijk zien net zoals een beetje als Hongkong. En in ons gebied hebben we een klein beetje Malta. Dat zijn van die crypto hotspots. Voor bedrijven eigenlijk. Voor bedrijven waar de regulatie in die regio... Want we waar ze toch een beetje voor crypto zijn. Ja. Ze zijn daar iets makkelijker en ze zijn daar iets meer voor crypto. Nou ja, we zien gewoon in Azië dat dat wel problematisch is. En dat zijn er een aantal van die hotspots waar bedrijven toch welkom zijn. Andere bedrijven die ook in Singapore gebased zijn. Dat zijn Huobi zit er, BitTrue zit er. Binance heeft er een kantoor geopend. Bybit. Nee, maar dat is toch wel belangrijk dat je wel een beetje weet, oké, de achtergrond, bijvoorbeeld BitMEX, ja, die staat gelist op de Seychelles. Weet je, dat is een klein eilandgroepje ergens in het midden van de oceaan. Voelt een beetje... Ja, het is totaalplaatje, Ja. Het zegt niet dat het echt direct invloed heeft, maar het telt toch wel een klein beetje mee. Nee, natuurlijk. En we zijn begonnen aan deze serie in verband met vraag eigenlijk vanuit de community hiernaar. Omdat BitMEX kampt met overload en zo. Nou ja, als jij je trades goed maakt, hoef je daar niet zozeer last van te hebben. Maar er zijn gewoon vandaag de dag platformen die er... Ja, wij hebben Bybit gereviewd voor de mensen. En dat gaan we in deze video uitleggen. Maar ik was wel positief verrast. Zeker. Nou ja... Eigenlijk omdat ik wist niet wat ik moest verwachten. Ja. En wat wij zijn tegengekomen, dat gaan we in de video zien, is heel erg positief. Zaakjes goed op orde. Wat wordt er aangeboden op Bybit? Ze bieden leverage trading aan. Ja. Eigenlijk alleen maar. Van 1 tot 100. 1 tot 100. Cross is er niet direct. Je kan wel je account... Je kan heel gediversifieerd je orders instellen. Ja, ja. De coins die worden aangeboden zijn Bitcoin, Ethereum, EOS, XRP, allemaal PERP. Ja. Dat is het grote verschil. Hè. Op BitMEX is Bitcoin de enige met een PERP. Ja. En wat houdt een Perpetual Inference Swap contract nou in? Dat houdt in dat het een future is zonder eind. Zonder eind. Dus je hoeft je ook niet zorgen te maken als je bijvoorbeeld een keer een contract hebt geopend op een future. En je gaat, weet ik veel, op vakantie dat die gesloten wordt. Nee. Nou, hij blijft altijd openstaan. Daarvoor is er ook wel voor elke coin een fundingstructuur. En die wordt duidelijk op de website vermeld. Ik vind het persoonlijk fijn dat het allemaal PERP-contracten zijn. Ja, je hoeft je niet meer zorgen te maken dat die in één keer gesloten wordt. Wat wel zo is, we hebben het aangegeven, het is een leverage platform. Dat brengt altijd wel een bepaald risico met zich mee. En je kan dus ook gewoon uitgeliquideerd worden ten opzichte van de normale exchanges. En dan zeggen we er altijd bij. Omdat heel veel mensen zeggen, ja, leverage is gevaarlijk. Leverage brengt risico's met zich mee. Maar dat ligt niet zozeer aan de leverage zelf, maar aan de mensen die met leverage traden.
Dan nog een laatste puntje voordat we ons dadelijk gaan aanmelden. Ja. Is het volume. En volume... Heb je nodig. Ja, er zijn echt heel veel aanbieders en exchanges. Ja. En die schieten echt als paddenstoel uit. Zeker toen wij ons hierin zijn gaan verdiepen. Er zijn heel veel margin platforms. Ja. Maar ja, volume heb je nodig, anders kan je niet traden. Ja. Het volume van Bybit is prima. Ja. Kan je goed optreden. Het komt niet in de buurt van BitMEX. Ze zitten ongeveer op 15% van BitMEX. BitMEX is nog steeds wel king. Betekent niet dat je op Bybit niet prima uit de voeten kan. Nee. Zeker omdat het een aantal van die pijnpuntjes die, waar BitMEX wel last van heeft, dat die juist weghaalt. Ik ga daar ook een klein beetje van uit dat het volume van Bybit best wel eens toe zou kunnen nemen. Dat zou heel goed kunnen, want het zit gewoon heel goed in elkaar, dit platform. Ja, en ik denk dat dat zeker zijn vruchten af gaat werpen. Ik denk genoeg over Bybit zelf. Laten we ons maar gaan aanmelden. Oké. Okay. Het registeren, dat doe je gewoon door op dit knopje te klikken. Of anders via onze link, dan ondersteun je ons. Een account aanmaken is heel makkelijk. Er is geen directe KYC. Kijk, uiteindelijk in de toekomst zal het voor alle platformen wel gaan moeten. Ja. Maar op dit moment is er bij Bybit, net zoals op BitMEX, nog geen KYC. Dus je vult je e-mailadres in, je vult een wachtwoord in, je krijgt een e-mail terug met, zeg even dat dit jouw e-mailadres is. Conformeer je en je kan eigenlijk aan de slag. Ja, laten we gaan inloggen. Zeker. Oké, we zijn ingelogd. En wat is het eerste waar je naar gaat kijken als je voor de eerste keer inlogt? Dat is gewoon eventjes globaal. Hoe ziet het eruit? Wat zien we? Nou ja, je ziet een chart. Staat hier ook onderin, hè? Chart bij TradingView. Ja. Wij charten altijd op TradingView. En dat doen we ook als we traden op Bybit. Ja. En de charts van Bybit zijn ook gewoon terug te vinden in TradingView. Net zoals de perp van BitMEX. Dus dat is wel fijn. Je tikt gewoon BTC USD in en dan kom je vanzelf de Bybit chart tegen. Ik haal meestal een klein trucje even tussendoor. We halen meestal die lijnen weg. Watermark halen we ook weg. Het ziet er gewoon altijd een stuk cleaner uit. En nu maakt het op zich voor de exchange zelf niet uit, want daar charten we niet. Maar voor het oog doen wij dat altijd wel, omdat het gewoon meer rust en overzicht geeft. Ja, goed. Een ander belangrijk puntje, altijd als je ingelogd bent, is om even je account in te stellen. Dat vind je hier. Je kan je security aanzetten, dus zet die 2FA aan. Dat is heel erg belangrijk. Je kan API's toevoegen. Je kan nog andere settings verfijnen. Ze hebben niet overdreven veel settings. Je kan je taal aanpassen eventueel als je wil. Het is lekker overzichtelijk. Ja. Het is niet ingewikkeld. Doe wel even de 2FA. Dat is gewoon heel erg belangrijk. En dan weet je tenminste dat je funds veilig staan. Ja, zeker weten. En heel veel mensen die zijn daar toch vaak nog wat laks mee. Maar doe het gewoon. Het is een kleine moeite. En zorg als je die 2FA aangemaakt hebt dat je ook daar de code van opslaat. Mocht je telefoon kapot gaan of iets dergelijks. Dat je die gewoon weer opnieuw in kan stellen. Goed, het allereerste wat we dan gaan doen is een deposit maken. Een deposit? Ja, anders kan je niet zoveel. Nee, dat is waar het allemaal mee begint. Ja, dat kan je doen door op assets te klikken. Dan krijg je het overzicht sowieso al wat je hebt. Er staat bij ons al $10 op. Die hebben we erop gezet om even te testen hoe alles werkt. Heb je al eerder met een exchange gewerkt, dan is het heel simpel. Deposit, je krijgt of een QR-code of een vaste code. Kopieer die en ga dat niet over. Dat zijn de kleine beginnerstipjes. Ja. Ga hem niet overtypen, kopieer hem en plak hem. Controleer de eerste 4 cijfers letters en de laatste 4 cijfers en letters. Dan zit je bijna altijd wel goed. Nou ja, we hebben Bitcoin, Ethereum, EOS en Ripple. En we zien daarachter gewoon staan... deposit en withdraw. Ja, voor de rest kan je hier ook al je asset histories, je withdrawals, je orders, je trade histories, kan je allemaal terugvinden. Heb je eenmaal je coins ontvangen, dan kan je echt beginnen met traden. Wat wel interessant is om even te behandelen ook, is de fee-structuur. Ja. Dat is natuurlijk altijd wel belangrijk bij een exchange. De funding is in de basis hetzelfde als die van BitMEX. Ja. Zoals we die kennen bij BitMEX voor de Bitcoin. De altcoins zijn goedkoper als bij BitMEX. Bij BitMEX betaal je dus meer fees. Dus Bybit is op dat gebied iets goedkoper. Gebied al iets goedkoper.
De funding, omdat het allemaal perfs zijn, krijg je dus overal ook funding voor. Of moet je overal funding voor betalen. Daar moet je wel een klein beetje rekening mee houden. Maar dat zijn, ja, dat is de voor- en de nadelen van een perp. Ik vind het eigenlijk alleen maar een voordeel. Die fees die zijn op zich prima. Als jij hetzelfde, als jij limit orders gebruikt, dan krijg je geld. Gebruik je market orders, kost dan moet geld. Je betalen. Alleen in sommige gevallen is het gewoon wel fijn om zeker te weten dat je uit je trade bent. Gebruik jij een limit order, weet je nooit 100% zeker als het heftige fluctuaties zijn of je positie ook daadwerkelijk gevuld wordt. En met een market order weet je dat wel. Nou ja, of je bent echt een fanatieke buyout trader, breakout trader. Ja, oké. Okay. Het ligt eraan hoe jij aan het traden bent. Dat is persoonlijk, Oké. Okay. Gaan we terug naar het trainingsscherm. Chart hebben we al behandeld. Indicatoren kan je eigenlijk gewoon toevoegen. Hetzelfde zoals dat altijd werkt. De meest gangbare indicatoren staan erbij. Ja, het is gewoon sponsored. Het is gewoon een chart bij TradingView. Dus dat werkt altijd wel fijn. Zelf traden we of charten we nog steeds het liefst via TradingView zelf. Maar het kan hier allemaal je gewoon kan wel. Een basis TH kan je hierin maken. En hij bewaart hem. Hij slaat hem op. Dus dat is wel makkelijk en belangrijk. Hiernaast zien we het orderboek. Kan je, je kan niet de widgets verschuiven. Je kan ze niet verschuiven. Dat was ook het eerste wat ik probeerde. Dat kan niet. Ja. Je kan het markten, het diepteboek zien. Orderboek, de recent trades. Op zich is de setup wel fijn of zo. Maar omdat ik BitMEX gewend ben, wilde ik toch een beetje gaan schuiven. Ja, maar dat maakt het platform er niet minder om. Hier staan alle posities, geopend, geclosed, order history. Hier staan de assets. Dit vind ik wel een voordeel. Dit vind ik duidelijker. Je hebt 4 assets. Ja. En er staat wel duidelijk gewoon bij wat je beschikbaar hebt. Dit vind ik wel een voordeel. Market activity, de contract details. Dus dat is ook wel belangrijk. Kijk je altijd naar, hier staat bijvoorbeeld de funding. En de funding als je er overheen hovert voor de volgende periode. De prijs, volume en het order gedeelte natuurlijk. En hoe je een coin moet selecteren, dat is gewoon door hier te switchen. Dus dat kan je hier gewoon boven doen. Dus wil je bijvoorbeeld EOS traden, ga je gewoon naar EOS. Ik denk dat de meesten gewoon met Bitcoin beginnen. Ja, dat denk ik ook. Laten we even een ordertje plaatsen om even te laten zien ook hoe dat eruit ziet. Ja, het is altijd grappig. Even kijken hoor. We gaan even snel. Want ik wil long op, laten we zeggen, 98,50. Laten we even makkelijk houden. 98,50 wil ik long voor, laten we zeggen, 10 contracten voor de grap. Met een leverage van, laten we een 10x'je gebruiken. Oké, dat is goed. Zeggen we buy long. En dan is dit het grappige. Dit vind ik een voordeel. Dit is echt een voordeel. Het is heel uitgebreid. Van BitMEX. Wat kan ik gelijk meegeven? Van Bybit. Ja, maar wat kan ik gelijk meegeven? Je stoploss. Ik kan gelijk mijn take profit en stoploss meegeven. Ik kan een complete trade gelijk maken. Normaal gesproken ga je daar na het plaatsen van je trade op BitMEX direct naar kijken en hem direct plaatsen. Maar hier kan je dat al tijdens het plaatsen van je order doen. Dus dat maakt het heel erg makkelijk. Nou, stel we stappen op die prijs in en ik ga er daarna van uit dat we terugbouncen naar 10.000. 10.000. Ja. Kan ik me al sluiten. En het grappige is dat hij ook al gelijk aangeeft wat dan, als we dat prijsniveau bereiken, wat dan je winst is. Dat is echt mooi. Dit vind ik wel echt nice. Je kan er ook voor kiezen om met 50% van je positie uit te stappen. Je kan gewoon je TP's kan je helemaal aangeven zoals jij ze wil. Ja. Oké, die laten we even op 10.000 staan. Dat is prima. Stop los. Zetten we even. Ik ga niet. Het gaat nu even om de functionaliteit van het programma. Ik wil dit altijd juist wel zien. Hè? Ik wil conformaties altijd zien. Laat die ook gewoon altijd aanstaan. Contractdetails staan hier gewoon netjes onder vermeld. Liquidatieprijs staat daar ook bij. En ik zeg confirm. De order is geplaatst. Ja, het ziet er voor de rest hetzelfde uit als BitMEX. Het enige is, je kan hier niet handmatig met je ordertje slepen. Ik kom uit de andere markt en dat doe ik dat eigenlijk ook al niet. Ik pas altijd mijn orders aan als ik ze aan wil passen. Gewoon in dit scherm. In dit gedeelte. Stoploss en take profit staan daar ook al bij vermeld. Ja. Ik ben hier eigenlijk wel tevreden over. Dit was ook het gedeelte wat ons een klein beetje positief verraste. Daarnaast heb je natuurlijk gewoon de market order.
En de conditieorders. Dit is ook wel grappig. Dit is een functie die ook niet in BitMEX voorkomt. Ik kan condities meegeven. Dus ik geef een bepaalde trigger price aan. En als die prijs getriggerd wordt, dan gaat hij een order doorgeven. Dus eigenlijk hetzelfde wat misschien een API of een bot doet. Alleen dan enkelvoudig. Dit zag je in het begin ook bij Bitstamp. Die hebben die optie weer verwijderd. Dit is, als je eenmaal weet hoe je een klein beetje moet traden, is iets geavanceerder. Maar dat is heel nice. Dit is echt heel nice. Het is voor mijn gevoel een beetje een BitMEX 2.0. Alles wat BitMEX mist. Ja, ondanks dat ik BitMEX een prima platform vind. Ja, dat is hier wel aanwezig. Ja. Het grootste voordeel natuurlijk, daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad, is de overload. Ja. De overload is bij BitMEX de Achilleshiel. Als een hele grote... Voor veel mensen wel. En dat blijf ik ook zeggen. Als jij je orders goed van tevoren plaatst, heb jij geen last van die overload. Maar heel veel mensen doen dat dus niet. Ja. En die vinden de overload heel erg vervelend. Ja, dan is Bybit toch een uitkomst. Bybit heeft geen last van overload. En de orders worden ook, dat zie je soms ook bij BitMEX, als jij een market order plaatst, die hoort direct te zijn. Soms merk je toch dat er 1 of 2 seconden tussen zit. Als je hem hier plaatst, tak, gelijk in het orderboek, gelijk. Hij wordt gelijk doorgevoerd, bedoel ik. Ik denk ook zeker dat de developers van Bybit daar zeker naar hebben gekeken. Naar wat is er mis met BitMEX en wat moeten wij daaraan doen? Ja, ze zorgen dat de aanval daarop. Ja, en ik denk dat die aanval zeer goed is. En dat BitMEX toch wel achterom moet kijken voor Bybit. Want ik denk dat die toch wel een van de grotere spelers kan gaan worden als ze dit vasthouden. Uiteraard. Ja, ze komen eraan. Nog een laatste puntje wat betreft orders. Zoals we al hebben aangegeven, 1 tot en met 100x en geen cross. Ja. Maar er zit toch een soort cross functie in. Je kan namelijk dit vakje aanklikken. En als je dit vakje aanklikt, want er zit nu een liquidatieprijs boven de order. Klik ik dit vakje aan, dan verdwijnt die liquidatieprijs. Ja, het is een auto margin replenishment, zoals het staat. Dus dan blijft die plukken dan van jouw positie. Dan blijft die vullen. Als je niet weet waar je mee bezig bent, gebruik die order dan liever maar niet. Maar de functie die is wel aanwezig. Die is eigenlijk hetzelfde. Het is cross margin en hier heet het auto margin. Ja, maar het is eigenlijk dezelfde functie. Dit was eigenlijk het hele trade gedeelte. Wil ik nog wel één dingetje zeggen. De service van Bybit. Ik ben nu al zeker een dikke maand bezig met het ontdekken, het verkennen van Bybit. Ik heb hier ook best wel tegen wat dingetjes ben ik aangelopen. Ik had wat vragen. Ze hebben een interne chatfunctie. Serieus, als jij die gebruikt... Ze reageren snel. Binnen een minuut. Binnen een minuut krijg jij antwoord. Krijg gewoon live... Krijg je iemand te spreken via de chatvenster en die helpt jou gewoon. Ja. Daarnaast zijn wij ook partner van Bybit. Dus mochten er mensen, wij hebben daar een directe accountmanager. Zijn er mensen met echte problemen of wil je iets sneller geholpen worden? Dan kan je ook bij ons terecht. Dan kunnen wij. Er zitten wel 2 verschillen in. We hebben in het begin gezegd: het is geen gesponsorde video. Is het ook zeker niet. Maar omdat wij als DopiCash zijnde een account aan hebben gemaakt bij hun, krijgen wij een accountmanager toegewezen. Dat wij dus als er vragen intern zijn vanuit de community, dat wij die dus kunnen stellen aan hun. Ja. Dus een iets korter lijntje krijg je daarbij als bedrijf zijnde, zeg maar. Bybit. Zeer positief. Zeer positief. Als je er gewoon heel neutraal naar kijkt, moet je gewoon eerlijk zijn. Technisch gezien en hoe het platform werkt en ook een klein beetje de service erbij. Als je hem overzet tegen BitMEX, vagen ze eigenlijk BitMEX weg. Op het enige punt, BitMEX heeft meer volume. Ja. Eigenlijk werkt alles, tuurlijk. Het is een nieuw platform. Je moet eraan wennen. Dat is normaal. Dat is bij elk platform. Als jij overstapt van een platform naar een ander platform. Ja, ik heb geen nadelen kunnen ontdekken. Nee. En daar moet je ook eerlijk in zijn. Als er een nadeel is, want we gaan meerdere platforms reviewen. En daar zitten toch wel andere puntjes aan waar we niet heel erg blij mee zijn. Dan zeggen we ze ook. Ja. Maar moeten we er ook een cijfertje aan geven aan het einde van de reviews? Ja, maar ik wil daar... Ja, ik wil daar een... vind ik moeilijk. Omdat ik vergelijk het nu heel erg met BitMEX. En daardoor lijkt of deze heel goed of BitMEX een stukje minder goed. Ik denk een 8,5. Heel mooi platform. Heel mooi platform. Bij mij schoot een 9 in mijn hoofd.
Omdat het enige wat er een beetje aan schort op dit moment. En wat gewoon prima is hoor, maar wat nog een stukje beter kan. Want daarom geef je geen 10, is het volume. Maar dat komt zeker goed. Ja. Het volume is ruim aanwezig. Je kan er prima treden. Alleen in de vergelijking met BitMEX bedoel ik dan, is het iets minder. Ja. Maar ik denk dat dat met de tijd zeker goed komt. En je kan er prima treden nu al. Absoluut. De Bybit review. Ik ben heel benieuwd wat jullie van dit platform vinden. Want de margin traders onder ons, ik denk dat dit de hemelpoorten zijn die open gaan. Nou ja, er was geen keus altijd. Er was geen keus en die is er nu wel. Ja, en ik denk dat Bybit een prima platform is. Absoluut. Wil je zelf beginnen met Bybit, wordt het gewaardeerd. Als je ons linkje daarvoor wil gebruiken, krijg je zelf 6 maanden korting, 10% op je trading fee en je support daarmee het kanaal. Vind je het weer een toffe video die we gemaakt hebben en wil je nog meer van dit soort reviews zien, die komen eraan. Druk even op het duimpje, abonneer op ons kanaal, druk op de bel, dan krijg je een notificatie als we weer een nieuw filmpje posten en al onze linkjes staan onder aan deze video. De supportlinks naar Bybit, Cryptocurrency Club Nederland, ons Discord kanaal, dopey.nl, dopeycash.nl voor platinum info of 1-op-1 info. Alles staat onderaan deze video. Heel erg bedankt voor het kijken en we zien jullie de volgende keer. Haters.